De kruftmarkt aan de waterkant die heeft duidelijk de zweepslagen van de COVID-maatregelen gevoeld. Elke keer dat Suriname op lockdown is gegaan, total lockdown, moesten zij ook hier alles sluiten. En dat betekent inkomstenderving voor de krefters. Intussen zijn er maar 9 krefters hier overgebleven en weinig stroom van toeristen, waardoor de mensen het moeten hebben van hun vaste klanten. We spraken met de marktmeester en de voorzitter van de kreftmarkt en zij vertellen over hun situatie of de situatie van de krefters hier op de kreftmarkt. Ik ben mevrouw Arupa Wilma. Ja, wat is uw functie hier op de kreftmarkt? U bent krefter alleen? Ik ben krefter, tevens ook ondervoorzitter. Ik ben Marian Emanuelson, de marktmeester van de kreftmarkt. Mevrouw Emanuelson, daar u de marktmeester bent, dan met uw beginnende COVID-19 en de kreftmarkt, hoe gaat het ermee? Laat me even een diepe zucht ademen, maar we zijn nu in onze COVID-periode en we waren ook in een lockdown in verband met ook het COVID-geloop. Vanaf 24 tot 18 juni was er een total lockdown en het is heel moeilijk gegaan met de crafters ook. Dus het gaat helemaal niet. Dus we moeten echt roeien met de riemen die we hebben. En desondanks we onze vaste klanten hebben. Maar u weet, ze komen niet dagelijks. Dus ja, is even kijken en meten. Maar sowieso moeten we verder. Ja. En in de periode dat u dus thuis was, hoe bent u toch uw klanten of cliënten tegemoet gekomen? Ja, toch wel. Het ging... Ze kwamen thuis bij u? Ja, maar niet echt zoals het wezen moet. Maar ja, we moeten verder. De effecten van COVID-19 op u, mevrouw Arupa, als krefter? Het was voor mij heel drukkend. Want ik heb geen ander inkomen dan alleen dit. Toch? En doordat de markt gesloten was vanwege die COVID-gedoe, had ik geen andere mogelijkheid. Dus ik heb het ook gevoeld diep in mijn zak. Mm-hmm. Begrijp je? En want als je naar de winkel gaat, weet je hoeveel je moet uitgeven. En ja, ik vind het erg dat het zo gegaan is. En dat we nu, men praat over een versoepeling. Maar we vragen toch versoepeling in een latere tijdstip. Alleen dat we een beetje op adem kunnen komen. Want de meeste van ons zijn afhankelijk van dit werk. Dus dit is onze inkomen. Er is onze COVID-steun beloofd. We moesten een formulier invullen en sturen. Hoe lang terug heeft u dat gedaan? Is al on mijn bij 3 maanden. Ja, 3 maanden al. Mm-hmm. Dat we dat gedaan hebben. Maar we kregen geen gehoor van. Dus bij deze gelegenheid vraag ik aan de DC om eraan te werken dat wij toch in aanmerking komen voor onze steun. Ja, want het is allemaal verloren tijd wat we hebben gehad. Ja. U kwam met het voorstel, de DC, dat jullie, ja? Nee, het gaat niet over de DC. We moesten online registreren, de eerste keer heb ik gedaan. Haasoverkop moesten we vergunningen doen en dat soort dingen. Dus ik heb het ook gedaan. We zijn in samenwerking gegaan met een andere belanghebbende van de centrale markt. Moesten we ook formulieren invullen. Dan nog niet. Het is al bijna 3 tot 4 maanden geleden. We hebben het weer opnieuw gedaan. Dan nog, ik vraag aan de regering. Kijk ook naar de kleine ondernemers. Wij hebben het ook nodig. Niet alleen de... Men zegt neem mijn feestjes alleen. Nee, wij zijn kleine ondernemers. Zolang wij geen inkomen hebben. Kijk, ik heb mijn vaste inkomen. Maar wat about de crafters, de andere crafters? Weet je, ik doe al mijn best. De DC ook. Ik doe mijn moeite. De DC ook. Maar we kregen de ondersteuning niet van niets en niemand. Toch? Ze zijn ook mensen. Ze hebben geen vaste inkomen.
Dus ik druk het echt op het hart van de vice-president of de president. Kijk ook naar de kleine ondernemers, kijk ook naar de crafters. Ze hebben het ook nodig. Niet alleen de anderen, of je moet echt achter ze aanrennen en zitten. Nee, dat hoeft, het hoeft in principe niet. Maar ze hebben het ook nodig. Maar hoe gaat het met de craftmarkt zelf? U ziet het zelf. U ziet het zelf. Wij katten ook aan de, over het ging van de daklozen. Zoveel keren, maar dan nog geen oplossing. Maar ze hebben het helemaal tot hun huis gemaakt. Als we zien slippers, schoenen. Ja. Dus elke dag wanneer we hier komen, ik denk mevrouw Wilma kan erover praten. Want ik ben na mijn werk ben ik hier op de krijgmarkt. Maar het is lastig. Soms dumpen ze een heleboel vuil hier. En wij moeten het opruimen. Wij moeten al die troep opruimen van de daklozen. Het is lastig. Ze kunnen zich hier vertoeven, maar laten ze het netjes houden. Want ik denk ook dat ze geen vaste plaatsen hebben. Maar laten ze het netjes houden. Ik heb het ook een aantal keren aangekaart. Samen met deze, maar we zijn ook in gesprekken gegaan, maar dan nog geen oplossing. Wat maakt u mee? Want zoals mevrouw Emmanuelsen zegt, u bent er vaker hier. Ja, ik ben vaker hier. Je hebt sommige ochtenden dat ik alleen hier ben als vrouw. En dan heb je een aantal van die mannen hier. Je hebt bepaalde van ze die vechten onderling om een plekje, om een tafel. Ja. Ze zitten op je tafel. Ze liggen op je tafel, ze maken hun troep daar, want die kerels zakken helemaal niet van dat ding om elders te gaan plassen of wat. Precies daar zitten ze te urineren. En wanneer je komt, moet je het schoonmaken, je moet je desinfecterende middelen meenemen. Alleen om een frisse geur. En dat is bij ons, ja, voor mij is het helemaal niet goed. Maar ja? Dus direct neem ik aan, ik bedoel als mensen hier lang zouden rijden en zouden willen stoppen. En als ze dan dak- en thuislozen hier zien, denk ik niet dat ze makkelijk de stap zullen maken om hier te komen. Is dat zo? Zo is het. Ja. Zo is het. Ja, want men denkt altijd van, hoe doen jullie dat nou? Dat al die mensen hier zijn. Ik, vaker genoeg zegt men tegen me, je moet het goed je tafel wassen hoor. Want als we langs gaan, moet je zien die hier liggen en alles doen op je tafel. Ja. Dus ik vraag me af waarom het ook zo open is gebleven. Ja. Als het niet een beetje afgesloten kon zijn, zodat we een beetje beter konden bewegen. Ja. Mark Beester, we hebben onlangs hier een rondleiding gehad als pers. Omdat er wat waterkant zal gerehabiliteerd worden. Zijn jullie meegenomen in de plannen? Wat zal er gebeuren met de kraftmarkt? Ja, vanaf het begin hebben ze ons op de hoogte gezet, alle updates gegeven. Ik was ook in die andere meetings, dus ze hebben ons, dus wat ik heb begrepen, tot eind oktober mogen we hier zijn. Maar, dus we zien wel wat het wordt, want we kunnen niet van hier gaan en dat zetten ze ons ergens anders, waar de verkoop helemaal ook niet gaat. Snapt u? Dus ik moet nog met de DC aan tafel zitten. Dus ik denk misschien hopelijk de komende week. Maar ze gaan het rehabiliteren. We zijn ook in kaart gebracht. Dus laten we maar hopen en kijken. En positief blijven dat het iets moois van wordt. Ja. Hebben jullie een locatie op het oog? Tot nu toe niet. De DC heeft ons geen exacte plaats aangewezen of toegewezen. Maar sowieso krijgen we het wel te horen van de DC wanneer ze van start hier zo gaan. En tot wanneer we hier mogen verkopen. Maar voor nu hebben we nog geen antwoord gehad van de DC. Kunnen jullie zelf een voorstel? Ja, ik had toen de tijd aangekaart van naast de centrale markt de parkeerplaats. Maar we hebben geen goedkeuring gehad daarvoor. En we hebben ook Riffelplein. Maar ja, dan moeten we weer showen, tenten aanschaffen. En de meeste van de crafters hebben geen vervoer. Want we zijn met onze 9, om en bij 9 crafters nu. En de meeste hebben geen vervoer. Ze zitten zonder vervoer en... Ze zitten zonder inkomen. Hoe verder? Ja, 9 crafters nu, dus het is afgeslankt. Waar is de rest? Ja, wegens het COVID-situatie hebben de meesten afgezegd en de meesten hebben geen vervoer. En dan moeten ze showen en ik help tot hoever ik kan. Ja. Zijn er nog andere dingen die hier spelen, mevrouw Arupa? Mijn idee is, als men zegt dat we tot
zo'n periode hier mogen blijven. Toch? Zou ik voorstellen van als je bezig bent met hetgeen je hebt gepland, kijk eerst de plek waar je ons wil plaatsen, hier aan de waterkant. Dan maak je een behoorlijke plek voor ons. Dan zijn we bereid van hier te verwijderen. Ja? En als de eettenten ook een stapje opschuiven, wat ze misschien hebben vergaderd, weet ik niet. Maar dat zou ik zeggen, als die ene eettent verschuift, dan verschuif ik mee. Dezelfde behandeling die zij krijgen, verlangen wij ook. Want het moet niet zo zijn dat je ons in een hoek drukt. Ja? En wanneer ik zo praat, heb ik het meer over de wij als de eerste bewoners, zegt men. Dat je ons weer in een hoek drukt. Toch? Want de mensen waren al op de parkeerplek naast de markt. Ze waren ook op Riffelplein. Ze waren ook op Kwakkumarkt. En dat nog erger weer. Dus, zeg ik nou, gebruik ons niet als een bouw. Als je zegt dat wij een plek hier krijgen, begin daaraan te werken. Dan verhuizen we er naartoe. Toch? En dan mag je plek doen als wat je plant. Maar net zo goed kan je ook een deel hier afbreken en zodanig inrichten voor ons dat we hier blijven. Want we hebben onze we hebben onze klantenkring hier opgebouwd. En men kent ons van hier. Begrijp je? Dus ik stel voor, als de mensen hun plannen hebben gemaakt, doe een behoorlijke plek voor ons. Zodat we ons daar kunnen plaatsen.